RTV Zakelijk van RTV Bunschoten is te gast bij Brasserie De Wing op de Printerweg 41 in Amersfoort. Aan de ene kant het belastingkantoor, de Kamer van Koophandel, vlakbij het station Schothorst. Daar zijn we te gast bij eigenaar Hille de Jong en we gaan hem alles vragen. En u heeft ook de beelden gezien hoe gezellig het hier binnen is. En we gaan praten dus met Hille de Jong. Nogmaals, we zijn bij Hille de Jong, de eigenaar van Brasserie De Wing op het industrieterrein De Hoef, vlakbij het station Schothorst en de Belasting en de KVK. Hille, leuk dat we te gast bij je mogen zijn. Je Brasserie De Wing zit tussen de kantoren. Daar zitten ook je meeste klanten. De mensen uit de kantoren komen bij jou? Dat klopt. Brasserie De Wing is ontstaan eigenlijk om de behoeften te voorzien van de bedrijven en de mensen die daar werken. Er werken hier 8.500 mensen. En die proberen wij binnen te halen om hier lekker te lunchen, een broodje te kopen. We proberen de bedrijven te voorzien van een zakenlunch, een overwerkmaaltijden. En daarbuiten leveren we ook wel op bedrijvenparken buiten Amersfoort. Dus Nijkerk, Baren, Bunschoten, Spakenburg. En ik moet zeggen dat de laatste jaren is er ook wel de catering bijgekomen die we buiten het dorp doen. Dus we krijgen wel steeds meer bekendheid dat het niet alleen hier op het bedrijvenpark is, maar ook daarbuiten en zelfs verder buiten. Ja, ik wil zeggen, je bent niet de avond en het weekend open, daar kies je bewust voor. Maar wat is er dan wel te doen voor jou in die uren dat het hier gesloten is? Op het moment dat het restaurant in het bedrijvenpark zeg maar, gesloten is, ja, dan cateren we gewoon voor de mensen die dat nodig hebben, voor feesten en partijen. Er zijn bedrijven die een opening, een heropening hebben. Er zijn evenementen, beurzen, visbeurzen. Ja, je kan het niet zo gek noemen of wij worden eigenlijk wel gevraagd. Maar dat is ook niet alleen hier of in het dorp. We cateren van Veghel tot de rivieren, Amsterdam. Eigenlijk worden we overal wel gevraagd. Ben je ook te vragen als ik 25 jaar getrouwd ben en ik heb een feestje thuis? Ja, dat klopt. Dat mag ook. We hebben natuurlijk de ideale gelegenheid. In de loop van de middag dan gaan er alweer auto's en mensen weg. Dus dan we hebben heel veel parkeergelegenheid en we hebben ruimte genoeg om dat te regelen. We zijn daar zeer kundig in. Je kan bij ons een feest tot ongeveer 220 mensen kunnen er bij ons in. Maar ook kleine feestjes van 20, 25, 30, 40 mensen die zijn bij ons van harte welkom. En dan kan het ook doorgaan tot 's avonds 12 uur? Ja, we hebben officieel vergunning tot 1:30, net als heel Amersfoort heeft. Maar de meeste feesten die duren tot 1 uur, 1:30. Dat is net wat maatwerk is voor wat de gasten eigenlijk willen. Nou heb ik ook gezien, en ik kom ook eens bij de voetbal, dat ik jou daar heb gesignaleerd met een mooi pakje aan en dat je heerlijke buffets regelt. Ja. Dat is ook een onderdeel van je bedrijf. Ja, dat klopt, ook dat. We zijn uitgenodigd als eerste bij IJsselmeervogels om daar het een en ander te doen. Daar stond natuurlijk wel tegenover dat we sponsor werden. En toen hebben we een soort convenant afgesloten dat we een aantal wedstrijden per jaar de catering voor de VIP's doen. En daar tegenover staat dat wij daar sponsor zijn. Maar dat hebben we inmiddels ook bij Spakenburg en Imdijk, bij de Boulemie en nog een aantal
aantal verenigingen en bedrijven zelfs die daar van gebruik willen maken. Kun je nou zeggen dat jij een druk leven hebt met je zaak? 70, 80 uur is niet is meestal wel de uren die wij maken. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor Hester. Die werkt er net zo hard in mee. Zelfs het hele gezin werkt er in mee. Ja. En heb je ook nog personeel, zeg maar medewerkers? Over hoeveel hebben we het dan? Nou, we hebben sowieso 4 vaste medewerkers in dienst. En daaromheen kunnen we beschikken in de tijden dat het restaurant open is voor ongeveer 10 medewerkers. En voor evenementen en feesten en partijen kunnen we beschikken over meer dan 20 personeelsleden. Als ik nou thuis een feestje heb, wat kun je dan doen voor, laten we zeggen, mij of anderen? Ja, eigenlijk ook alles. We leveren daarin ook maatwerk. Dus wat je met je feest wil, dat kunnen wij ook. Dat kan van het bouwen van een tent zijn in je tuin tot eigenlijk alles. We kunnen de grote boksen neerzetten, keten neerzetten. We kunnen evenementententen leveren. We kunnen grote tenten leveren van 100 tot 300, 400 vierkante meter. Afhankelijk hoe groot je tuin is, Maarten. En als ik nou geen zin heb om te koken, mag ik dan ook alleen je kok gebruiken, lenen of huren? Ja, dat mag in principe ook. Hij zal niet voor 2 mensen komen, denk ik. Ik denk dat te prijzig is. Maar er zijn ook evenementen die in principe lenen om personeel in te huren. Om alles in goede banen te leiden, daar kan ook een kok bij zitten. Maar het komt voor dat wij vanaf punt 1 zeg maar opbouwen. Maar ook tot het opruimen van alles wat er moet gebeuren rond het huis of rond het bedrijf. Eigenlijk van A tot Z kunnen we dat wel. Volgens mij, als we over praten, ben je ontzettend gedreven. Het is een passie. En is er geen ding te gek voor jou? Nee, er zijn gewoon hele leuke uitdagingen en we worden voor de gekste dingen gevraagd. Maar ik zeg altijd op de vrijdagmiddag, als iemand voor 100 man bitterballen bestelt, dan komen wij ook. Maar is het voor 300 of voor 500 man of voor een beurs voor 1000 gasten, dan zijn wij daar ook voor te vinden. Want dat zijn gewoon hele leuke evenementen waar je een aantal weken mee bezig bent voor het organiseren daarvan. En de uitvoering is vaak maar een paar uur. Maar het alomvattende werk is eigenlijk het leukste. Als het eenmaal draait, dan draait het. Want je personeel weet wat er moet gebeuren. Maar het werken daar naartoe is eigenlijk het leukste. Ille, de laatste vraag. Waar wil jij met Brasserie de Wing naartoe? Wat is jouw ideaal? Nou, het ideaal heb ik eigenlijk al. Ik heb een leuke zaak waar wij heel trots op zijn. En ik weet niet of we groter willen. Op dit moment denk ik wel dat we een redelijk dak hebben bereikt van hetgene wat we nu hebben. Het hoeft niet met meer wagens, meer mensen, nog groter. Dat is een stap waar we nu denk ik nog niet aan toe zijn. We hebben wel een bepaald plafond bereikt waar we heel goed in zijn. En wat ik wel nog een aantal jaren wil continueren om dat zo te laten. En misschien over 5 à 10 jaar dan zeggen, oké, we halen nog misschien andere mensen of kinderen in de zaak die zeggen, nou, we willen wel met meerdere mensen nog het groter maken. Maar de eerste 5 jaar zijn we druk genoeg met hetgene wat we nu hebben eigenlijk. Hier zit een tevreden Hille de Jong van Brasserie de Wing op de hoef. Ik wens je ontzettend veel succes samen met je Hester. Dankjewel.